Dit boek gaat over klimaatverandering en stedelijke ontwikkeling in Ho Chi Minh stad en de Mekong Delta. In dit boek schets ik in een persoonlijke reportage de omgang van Vietnam en de Vietnamezen met de gevolgen van klimaatverandering. In een historische analyse laat ik ook zien hoe de ontwikkeling van de stad en zijn architectuur zijn beïnvloed door de Franse kolonialen, maar ook door de Amsterdamse grachtengordel. Een mooi boek, zowel geschreven als geïllustreerd met mooie foto's. Voor iemand als architect om als antropoloog, als fly on the wall, bezig te zijn, knap werk. Ik vind het een geweldig boek omdat Joep het van binnenuit observeert. Hij heeft er echt de tijd voor genomen en bij wijze van spreken de ogen en de oren van de mensen van Vietnam zelf geleend. Nou, het is in eerste instantie ontstaan uit de persoonlijke fascinatie. Omdat Vietnam bij uitstek een land is waar het verschijnsel van klimaatverandering zich doet gelden, koos ik er ook voor om te verhuizen naar dat land. Na aankomst had ik mezelf twee doelen gesteld. Werk met Vietnamezen en schrijf over Vietnamezen. Ik ging werken bij een lokaal architectenbureau en later bij een projectontwikkelaar. En zo probeerde ik van binnenuit te ontdekken hoe de Vietnamese bouwpraktijk in elkaar steekt. Hij heeft de Mekong Delta en Ho Chi Minh City gebruikt als een casus voor een veel bredere problematiek die eigenlijk overal in Zuidoost-Azië speelt. Ik vind het heel een goed boek. Ik vind het een interessant boek omdat dat brengt in beeld van in binnen impact van klimaatverandering. Dat in een begrijpelijke taal. Ik vind het ook interessant dat het over gewone mensen omgaat. Over lokale mensen. Hoe ze daar leven. En hoe ze leven met water. Ik reisde door het land en ontmoette boeren en stadsbewoners. Ik analyseerde de invloed van de snelle economische ontwikkelingen op de waterhuishouding. Maar ik interviewde ook de Nederlandse ingenieurs die betrokken zijn bij alle plannen voor een betere kustverdediging in de Mekong Delta. Nou, ik denk dat je water niet alleen maar als een bedreiging moet zien, maar ook iets wat je in kunt bouwen in de manier waarop je met je land omgaat en met je water. Ze zijn gewoon heel inventief hoe ze met het water omgaan. En ze moeten inventief zijn omdat ze het water niet kunnen beheersen, want dat is voor hun gewoon te duur, zeg maar. Dit boek maakt duidelijk voor welke enorme bedreigingen deltagebieden in de wereld staan. In portretten van bewoners van de Mekong Delta laat het boek ook zien hoe mensen in hun eigen leefomgeving veerkrachtig initiatieven nemen om te overleven en te profiteren van het wassende water. Maar het is zeker ook een betoog voor samenwerking tussen Nederland en Vietnam om van elkaar te leren hoe het hoofd boven water te houden. Het boek is voor iedereen die is geïnteresseerd in de problematiek van de delta's en hoe mensen daar in hun dagelijkse leven mee omgaan. Het is in het bijzonder voor mensen die beroepsmatig te maken hebben met de ontwikkeling in deltagebieden. En dan met name in Nederland en Zuidoost-Azië. Het is ook een interessant boek voor mensen die op reis gaan naar Vietnam en meer willen weten van de ontwikkelingen van het land.